Hallo iedereen, welkom bij een boekpresentatie over Mo en Tijger vier en feest. Misschien zien jullie wel de zweet, maar ik heb het heel hard gespoord. Maar ik ga toch mijn boekpresentatie houden, speciaal voor jullie. Dus dit verhaal is geschreven door Elisabeth Mollema. Dat naam ken ik niet uit mijn hoofd, sorry. En de illustrator is Gertie Jacquet. Jacquet, weet ik wel. Dit boek is AVI eind 3 tot en met AVI eind 5. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, ze beginnen met de eerste hoofdstuk, pagina E3. Daarna gaan ze naar B4, dan naar M4, dan naar E4, dan naar B5, dan naar M5 en dan naar E5. Dus het is eigenlijk elk hoofdstuk. En soms staat er M5/E5. En in dit boek gebeuren er worden de oma en opa van Toos. Dus Toos. Ja, Toos. Mo en Sam allebei jarig. De oma wordt 60 en de vader wordt 40. En samen zijn ze dus 100. Daarom maken ze een gedicht. En ze verwerken daarin ook hun jaartallen en wat het samen maakt. Dus ik ga vertel nu over de hoofdpersonen en bijpersonen. Zoals ik altijd doe. Dus de hoofdpersonen zijn uiteraard Mo, Sam en Toos. Drie hoofdpersonen. De bijpersonen, En ook Tijger, hij is ook een hoofdpersoon, sorry. En de bijpersonen zijn Flippy. En Flappy. Ja, Flippy en Flappy. Twee konijnen. Dus dit is ook een konijn. Ik weet niet wie welke naam. Sorry. En er zijn nog meer bijpersonen. De oma van Mo en Toos. De vader van Mo en Toos. En Sam, uiteraard. En de vader van Mo en Toos en Sam. En ook de neef van Mo, Toos en Sam. En ook de oom van Mo, Toos en Sam. Dus er zijn een boel bijpersonen. Ik vertel nu wat over Mo. Mo heeft een hond, die heet Tijger. Ook de hond van Sam. En Tijger, hij is een echte speurhond. Dus vaak als iemand hun kind of een voorwerp kwijtraakt, gaan ze naar Mo. En naar Tijger. Eén keer was een meisje kwijt en toen zocht Tijger haar met zijn speurneus. En toen vonden ze haar. Nu ga ik een stukje voorlezen uit het boek. Eerst ga ik beginnen met E3. Mo pakt een kladblok. Daarvan scheurt hij een vel papier los. Uit een doos pakt hij een pen. We gaan beginnen, zegt hij. Ik schrijf het wel op. Waar moet het lied over gaan? Hij kijkt Toos aan. Ik weet nog niet echt iets, zegt Toos. Over jouw papa en oma en dat ze jarig zijn en dat het daarom een feest is. Mo knikt. Ja, dat is leuk. Maar verder weet ik het niet, zegt Toos. Ze neemt een slok. Als je wil weten waar ze een slok van nam, moet je het boek zelf lezen. En nu vertel ik een stukje over de schrijver, sorry. De schrijver Elisa Mollema, ze is geboren in 1949. En ze schreef al meer dan 70 kinderboeken en werd een aantal keer getipt door de Nederlandse kinderjury. Ze schreef onder andere de spannende boeken voor 8 jaar en ouder over Sigrid en de vikingen. De vloek van Freya, de steen van Edeen. En de uitgeverij is uitgeverij Moon. Moon. Dit was het einde van de boekpresentatie. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doei!